belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Refineria di Curaçao heeft de deadline voor het inleveren van de bindende offertes verschoven naar eind maart. Er zijn 6 partijen die interesse hebben getoond in de overname van de raffinaderij. Ze kregen eerst tot eind februari om een voorstel in te dienen. Dat is nu met een maand uitgesteld. Refineria di Curaçao gaat er nog steeds vanuit dat de onderhandelingen in juni zullen zijn afgerond. Parlementariër voor de PNP Celdrio Sepa vindt dat corruptie op Curaçao harder moet worden aangepakt. Hij heeft een brief geschreven waarin hij zijn zorgen uit over het feit dat de voormalige minister van Financiën, Kenneth Gijsberta, vlak voor de verkiezingen in maart dit jaar een overeenkomst heeft getekend met zijn dochter. Het gaat om een bedrag van meer dan 850.000 gulden en het is volgens Sepa volstrekt ongebruikelijk dat een dergelijk bedrag niet ter besluitvorming aan de Raad van Ministers is voorgelegd. Dit ruikt naar corruptie, aldus Sepa. Na Qualectra, nós atuamos tempo para servir ora com mais de comunibo. Chama no centro de cliente, na telefone 0800-035, de aluna para de viernes, for de setor de mente até com o setor de noite, para turno serviço não, off para transita. Se você quer transita para já sabra, também por hora. Para escolher para a cita, riba aqualectra.com e aproveitar a mensura, põe o documento na cerca para a visita cerca nos vai mais fácil. Sim, sí, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para ser vivo na e momento que está comendo a boa. De politie op Curaçao heeft gisteren een 14-jarige jongen opgepakt. Hij wordt volgens de politie verdacht van het plegen van een overval afgelopen woensdag bij een school aan de Nieuwe Pereiraweg. De zaak is nog in onderzoek, maar de politie houdt de jongen voorlopig vast. Opvallend bericht vandaag in de Extra. Onbekenden hebben ingebroken bij een supermarkt aan de Calle Grande in Otrabanda. Om binnen te komen hebben ze de muur opengebroken. Hiervoor hebben de dieven naar alle waarschijnlijkheid professionele apparatuur gebruikt, zo meldt de krant. Eenmaal binnen hebben de dieven heel veel levensmiddelen gestolen. In het parlement van Curaçao is gisteren gesproken over het onderwijs. Volgens minister van Onderwijs, Citre van Heidoren, moet Curaçao zich profileren als het land waar 4 talen worden gesproken. Nederlands, Papiaments, Engels en Spaans zijn de talen die we moeten kunnen spreken op het eiland. En dat is een uniek selling point, aldus de minister van Onderwijs. Volgens onderwijskundige Marta Dijkhoff moet Curaçao een academie voor het papiaments krijgen. Op die manier kunnen we werken aan een verhoging van het niveau van het papiaments op Curaçao. Volgens haar heeft Curaçao zich altijd erop voorgestaan dat er 4 talen goed worden gesproken, maar er zijn zorgen over het niveau van papiaments op Curaçao. Daarom moet daar via zo'n academie aan gewerkt worden, aldus Dijkhoff. Het gaat goed met het toerisme op Curaçao en zeker met het cruise-toerisme. Gisteren lagen er weer verschillende cruiseschepen op het eiland en dat zorgde ervoor dat Punta en Otrabanda druk werden bezocht. De Extra plaatst vandaag verschillende foto's van toeristen op het eiland. Volgens de krant zal maart sowieso een drukke maand worden. Er staan veel cruiseschepen gepland en dat betekent meer toerisme en dat betekent een beter draaiende economie. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.